Oh my god. Dit is echt teringkut. Jongens, dit is echt heel heftig. Hoeveel zijn het er? Het is echt 6, 5. Holy fuck. Er komt er nog meer. Imme en Ilse. En wij zitten nu al 3 dagen vast in ons hostel. In Arequipa, in Peru. Wij zitten hier met z'n drieën. Zitten we hier vast. We zitten in Hammamet momenteel. Hey, ik ben Tugay Baba. En ik ben Max. En wij komen allebei uit Arnhem. Update! Wij zijn nog steeds in Hoi An in Vietnam. Gisteravond werden we een beetje overvallen door allemaal mannetjes in pakjes en zo. Moesten we allemaal op onze kamers blijven. Want wat blijkt... Er was dus een meisje uit ons hostel die in contact was geweest 10 dagen geleden of zo. Met iemand die positief is getest op corona. Ja, en voor ons is dat nu dat we omsingeld zijn door politie en we mogen het hostel niet verlaten. En de ambassade zal ons laten weten, zodra er nog een vlucht ging vanuit de regering, vanuit Nederland, omdat ik zelf ziek ben, zouden we dan mee kunnen. Dus op dit moment zijn we zelf als enige nog in het hotel. Er wordt speciaal nog 1 dag voor ons open gehouden. Er is alleen 1 persoon die zit achter de receptie, maar voor de rest, we hebben het hele hotel helemaal voor onszelf. Er is helemaal niemand. Nee. Want we zijn onderweg naar Yosemite Park, want we kunnen verder niet zoveel. Alle winkels hier zijn gesloten, alle horecatentjes zijn gesloten. Onze vluchten waren allebei geannuleerd. Dus we kunnen nog wel gewoon zelf koken en dat is echt super fijn. Ja, er is genoeg eten, daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Wel merkte bijvoorbeeld met vanochtend met ontbijt dat ze al iets minder op de bordjes te gooien. Ja, we hadden wat minder fruit gekregen en een klein stukje cake minder. Ja. Oh god, nee. Dat er een toestel vanuit de regering gestuurd wordt naar Tunesië, om alle Nederlanders die hier gestrand zijn, om op te pikken en veilig naar Nederland te brengen. Nou, die zon die gaat niet op. Als je kunt betalen, €500, mag je mee. Kan je niet betalen, dan moet je maar hier blijven. Zo luidt het gewoon op dit moment. En we zien ook echt daadwerkelijk politie ons hostel omsingelen. Ja, zijn gewoon omsingeld, we kunnen er gewoon niet uit. Ja, vanwege dat meisje dat misschien corona zou kunnen hebben. En over 2 dagen volgens mij krijgen we daar dan ook een uitslag van. Die krijgt iedereen hier dan te weten. Ja, en zij als zij dan getest wordt. Positief getest wordt, betekent dat dat we met het hele hostel 14 dagen in quarantaine moeten. Echt? Hier, de achterste.